Nog een hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag. Dankjewel, Ingestel. Je moet nog een dag ouder uit, hè? Sowieso, hè. Ik heb nog een aardigheidje voor jou. Oh, dat vind ik ook dat je het leuk vindt. Ja, dat is mijn debuut. Het officiële debuut in het eerste helft. Ja, een hele tijd terug, maar blijf altijd bij, hè. Problemen voor Vitesse, want 10 spelers ontbreken. Amoa, Diarra en Babangida door interlandverplichtingen. Afrika Cup. Michel Kreek is geschorst. Van Hintum verkocht aan Hannover. Zongo, Laros, Janssen en Klaassen zijn geblesseerd. En Ruud Knol is ziek. Rechts op het middenveld debuteert daarom Nicky Hofs voor Vitesse. Hij is 18 jaar jong. Ik had het volgens mij overgenomen van Ronald Koeman. Die ging naar Ajax en toen hebben ze mij gevraagd om het seizoen af te maken. En toen zat Nicky in het tweede elftal en toen heb ik Nicky bij de selectie gehaald. Is die bij mij gedebuteerd. Bij de Cabessi, veel overtredingen en geel voor de debutant. Hofs. Ik ben bij Arnhems Boys begonnen. Ja, de amateurclub voor mij. Ik ben als spits begonnen en ik scoorde heel veel. Dus alleen op een gegeven moment kwam er een tijd dat zei van voor spitspositie moet je iets groter zijn. En ik ben ook volgens mij de enige speler die in de jeugd een dispensatie heb gekregen. Dus ik moest eigenlijk over toe naar de B. En toen kreeg ik dispensatie nog als C-junior. Ja, die verzoop in de B1. Dus toen mocht hij nog een jaar bij ons spelen. Dus toen kwam hij bij mij in het elftal, toen hij 14 was, denk ik zo'n beetje. Toen was ik trainer van dat team. Ja, hij was geweldig. Hij was de kleinste van het elftal. Er was geen maat sportbroekje voor hem, want hij zat onder zijn knieën bijna. Maar dan pakte hij, hadden we een vrije trap, pakte hij de bal buiten de 16, legde hij neer over de muur zo de kruising in. En dat deed hij elke wedstrijd bijna. Dus hij kon geweldig voetballen. Was ook altijd aan het voetballen, ook op de straat altijd aan het voetballen. En was een prachtig kereltje om mee te werken, ja. Hij was heel technisch, dus je zag dat hij heel voetbalintelligent misschien ook daardoor wel is geworden, omdat hij zo klein was. Hij was heel slim op het veld, overal vroeg hij de bal, hij liep ook overal, hij was overal. Ja, dat kon je als trainer, dan zat je daarvan te genieten van het mannetje. Ja. Ik ben Nicky Hofs, ik ben 6 jaar, voetbal bij Vitesse A1. Mijn positie in de A1 is rechtsbuiten. Mijn favoriete plek is achter de spits. Mijn sterke punt is de dribbel en de paas. En mijn zwakke punt is mijn linkerbeen. Mijn favoriete speler is Jari Liedmanen, wegens overzicht en pasen. En mijn droom is over anderhalf jaar in het eerste spelen. Toen ik stopte met voetballen, toen was het een keuze. Ik had nog 1 jaar contract eigenlijk bij Vitesse als voetballer. En wat ga ik doen? Ik had zelf heel erg het gevoel van ik wil gaan scouten. Maar Gerry Hamstra op dat moment en de thuissituatie waar je mee met elkaar over hebt. Ja, die zagen meer in mij de trainer. Als jij jarenlang gespeeld hebt, je hart ligt op het veld, je bent voetballer. Dan zie je bij veel ex-voetballers dat ze gewoon tijd nodig hebben om daar afstand van te nemen. En die moet je jezelf gunnen. En die hebben wij Nicky toen ook gegund. Dus we hebben toen echt een jaar gekeken van, hey, vind je dit überhaupt wel leuk? Is het iets voor je? Nou, dat bleek al snel. Hij had gewoon een goede rol en heeft zich gewoon dat jaar hartstikke ontwikkeld. Dus dat heeft hij gewoon hartstikke goed gedaan. Huh? Easy, I don't like. You know, 37 is too long time. Too old.
Ja, head kick. Yeah, easy. Easy kick. Little bit and then some beers, of course. Er werd heel vaak tegen Nicky aangekeken als losbal, maar dat is Nicky niet. Nicky is gewoon, wat ik zei, is een heel warm mens. Nicky is gewoon man van afspraken. Hij kan goed met mensen omgaan en kan ook goed dingen inschatten. Het is gewoon heel plezierig mens om bij je te hebben. En hij is inhoudelijk natuurlijk ook gewoon prima. Hij heeft een geweldige carrière gehad en weet ook wel waar hij over praat. Theo, wat ik ook altijd heb gezegd, is een voetbalvader voor mij. Toen ik bij Vitesse kwam in de C'tjes, bij de amateurs, zeg maar, daar begon hij zijn carrière als trainer. En sinds die tijd zijn we samen opgegroeid, zeg maar, naar het eerste elftal. Hé, doe je even normaal, joh. Je bent geschot, hoor. Ik was niet de makkelijkste jongen in mijn jeugd. En hij kon daarmee omgaan. En de steun die ik daaraan had, was voor mij gewoon... Dat heeft me wel naar mijn carrière gebracht wie ik ben. En hij was gewoon voor mij de allerbelangrijkste persoon in die tijden. Ja, toen ik voor mezelf had van, nee, dit wil ik. En hier wil ik in doorgroeien. En uiteindelijk die hoofdtrainer worden. Dus kwam ik Jozef tegen en... Ja, eigenlijk zo'n goede band vanaf dag één. Eigenlijk. En hij was voor mij weer een leermeester in het trainersvak. We hebben de beker toen gewonnen in het NSC-stadion. Voor mezelf ben ik wel competitief. Nicky is wat relaxter dan wat ik ben. Die kijkt meer naar het spel. Er moet vreugde in zitten. En met name ook, er moet goed voetbal worden gespeeld. En ik... keek vaak naar het resultaat. Dus dat gecombineerd in de hol van de leeuw bij NEC hebben we de beker gewonnen. Dus dat is iets wat me echt bijblijft. Kijk, we werken wel samen. Maar uiteindelijk is het zo dat we door het voetbal vrienden zijn geworden. Ik heb er een vriend bij voor het leven. Rink gaat weer neer en de bal blijft liggen voor Hofs, die zomaar mag doorgaan en de 2-2 laat aantekenen. In de tijd dat ik trainer was hier, hebben we ook een hele moeilijke periode met Vitesse gehad. We zijn zelfs in de na-competitie een keer beland. Ja, daar heeft hij het fantastisch gedaan. Ik weet dat we de eerste wedstrijd tegen Sparta moesten. Amoa. En dat is een goede bal op Hofs. En dat is een goede goal ook in de 35e minuut. Nicky Hofs maakt er 1-1 van. En die wedstrijd vergeet ik nooit meer met Nicky. Toen scoorde hij 2 keer tegen Sparta uit. En we zijn er toen ook ingebleven. Anders was het denk ik ook wel einde club geweest misschien in die tijd. Ja, wij zaten toen in die tijd wel in een heel zwaar weer. En als wij waren gedegradeerd of... dan was misschien de club Vitesse had niet bestaan meer. Hofs of Kooijman. Nee, want Kooijman loopt achteruit. Hofs mag het beslissen. Dat doet hij. In de extra tijd die net een paar seconden is ingegaan... is het Nicky Hofs die er 3-1 van maakt. Vitesse raakt Nicky Hofs per direct kwijt aan Feyenoord. De Rotterdamse club zou Hofs eigenlijk pas komende zomer naar Rotterdam halen. Maar trainer Ruud Gullit wil hem meteen aan de selectie toevoegen. Het stadion. Het publiek. En gewoon... ik kreeg een warme band. En ik zag het een beetje... Vitesse, warme club, klein... naar Feyenoord, een warme club, groot. En ja, ik had er gewoon een heel goed gevoel over om dat te gaan doen. Maar ik had een half jaar gevoetbald. Ik had het goed gedaan. Toen ging ik de voorbereiding in bij Feyenoord eigenlijk. En toen draaide ik echt...
ik denk wel mijn beste voorbereiding, wat ik had meegemaakt op dat moment. Ik was topscorer en van Nederland, zeg maar, in de voorbereiding. En 1 week voor de competitie speelden we een oefenwedstrijd bij Schijndel. En toen werd eigenlijk mijn voorste kruisband eruit getrapt. Die jongen deed dat niet moedwillig, maar ongelukkig. En ja, en sinds die tijd is wel altijd mijn blessures me blijven achtervolgen. Makkai, nu Hofs erdoor en nu is het 1-0 voor Feyenoord. Tjonge jonge, en kijk die opluchting bij Nicky Hofs, die niet wil juichen natuurlijk, niet al te opzichtig. Dan keek hij maar zo met van die glimmende oogjes, dus zei hij van ja. Ja, we willen graag goede tijden kijken, dan kijk ik altijd. Ja, daar was ik wel heel erg teleurgesteld in mezelf over en wat ik toen die tijd voor hem heb gebracht. Terwijl die, ja, er wel 90% van mijn carrière heel belangrijk voor mij is geweest. Nicky Hofs, ik ben 22 jaar, ik woon in Arnhem, ik voetbal bij Feyenoord. Ik ben begonnen bij Arnhemse Boys. Mijn positie in het veld is rechtshalf. En hoe ver komen we op het EK? Bij de eerste 4. Voor de 3e keer in de geschiedenis dat Jong Oranje in de halve finale staat op een EK. Nog nooit werd die halve finale ook daadwerkelijk gewonnen. Voor ons was Frankrijk de topfavoriet. Daar gingen spelers toen die tijd al voor miljoenen naar AC Milan. Dus die waren echt de grote favoriet. En eigenlijk de start van de wedstrijd was geweldig. Hofs met een beetje geluk, maar hij is er langs. Hofs, Huntelaar beweegt. Hofs gaat zelf. Hofs schiet en Hofs scoort! Nicky Hofs met de 1-0 voor Jong Oranje. Wat een start voor de ploeg van Foppe de Haan. Sensationeel. Toen liet hij dingen zien die ik nog nooit van hem had gezien. Hij was gewoon echt goed. Echt goed. Heel dynamisch, goed aan de bal. Heel veel contact met Huntelaar. Ja, en hij maakte uiteindelijk de beslissende goals in de verlenging. Dus het ging erop. Dat was echt fantastisch. De Ridder vraagt, maar die staat helemaal aan de andere kant van het veld. De bal gaat goed naar Hofs. En Hofs doet het. Het is 3-2. Het is weer Nicky Hofs. En de finale longt. Ja, de finale, dat hadden wij een gevoel van, we hadden Frankrijk uitschakelen. Ja, dit kan niet misgaan. De Ridder, nog even een kunststukje naar Hofs. Hofs, nog even door de benen. Nog even 3-0. Ja, de bekroning van het EK is de treffer van Nicky Hofs. Het is 3-0. Het feest is voor Jong Oranje. De titel is binnen. In Hofs zit ook humor, niet een klein beetje. Nou ja, ik moet zeggen, toen ik laatst was een keer in een symposium bij Vitesse, al een paar jaar geleden. Toen was hij dus daarnet een soort assistent trainer. En toen kwam ik tegen, toen zei hij tegen me, weet je nog wel trainer? Ik zei, ja, ik weet nog wel. Zei hij, ja, vanavond om 8 uur hebben we een bespreking. En dus ik stak mijn hand op. Nick, wat nou weer? Ik zei, trainer, ik zou misschien een half uurtje later kunnen. Ik zei, hoezo wat dan? Je hebt eerst al de neiging om, wat een gelul man, hou op. En toen zei hij van, keek je maar zo met van die glimmende oogjes. Toen zei hij van, ja. Ja, we willen graag goede tijden kijken. Dat kijk ik altijd. Maar dat doen we om 8:30. Ik wist bij God niet wat was. Had er nog nooit naar gekeken. Ik zei, en vind je dat belangrijk? Ja, dat vond hij belangrijk. En vind je het mooi? Ja, vond hij mooi. Ik zei, oké, prima. Dan gaan we morgen om 8:30. De eerste momenten die elkaar meemaak, dat heb ik tenminste, van dan heb je wat met iemand. En dat had ik eigenlijk gelijk met Foppe. En ook zijn manier van werken, zijn manier van trainen. Ja, dat stond me heel erg aan. En dan heb je toch iets speciaals met iemand, waardoor je toch iets extra's kan brengen en doen. En dat had ik met Foppe. Hofs, die heb ik wel heeft wel een mooi plekje in mijn herinnering. Ja. Ja,
voor mezelf ook een hele mooie afsluiting van het EK winnen. Het afsluiten van Jong Oranje, want daar mocht ik niet meer in spelen. Ja, dat was wel geweldig, ja. Jullie hebben geschiedenis geschreven vandaag, hè? Ja, fantastisch. We kunnen niet meer op, denk ik. Ja, het is echt fantastisch. Ongelooflijk. Echt ongelooflijk. Dan gaan we snel een feestje vieren dan. Okay. Ja, dankjewel. Groeten thuis. Kus voor mijn dochter. Hoi. In overleg met Mo Allag hebben we Nicky Hofs bij de groep gehaald, bij de BVO 1. Samen met Alex Rankovic. Ik ben op zoek als hoofdtrainer naar een aantal zaken waar mensen je mee kunnen helpen. Want ik ben ervan overtuigd dat je collega-trainers, ik praat niet zo heel graag over assistenten, die kunnen jou beter maken. Dus wat dat betreft was dat ook een stukje eigenbelang. Ik hou van mensen die jou kunnen verrassen. En Nicky is ook, vond ik al, en dat heeft hij ook absoluut gedaan, vond ik wel een persoon die jou als trainer kan verrassen. Die gaf een aantal zaken aan waar ik simpelweg niet aan gedacht had. Dat kan zijn een bepaalde aanvalsvorm, een bepaalde positie innemen van een speler. Daar heeft hij me wel absoluut mee geholpen. Wij zijn nooit in de gelegenheid gekomen om een drankje te gaan doen, lekker te gaan stappen. Dat is er nooit echt van gekomen. Maar we hebben wel andere leuke dingen gedaan. En dan praat ik ook, ondanks mijn leeftijd, over op de PlayStation, op de Xbox, hè, FIFA spelen en... Ja, dat was uitermate gezellig. Vitesse hebben we dat na ons werk, nog even heel duidelijk aangeven, hebben we daar best wel tijd voor gemaakt. En ja, laat ik het zo zeggen, Nicky kon beter voetballen in het echt dan op de FIFA. Nicky Hofs verlaat Vitesse. Hofs verruilt Vitesse transfervrij voor de Cypriotische club AEL Limassol. Ik tekende toen voor 2 jaar. En ik was de enige Nederlander. Er zaten wel wat Nederlanders bij Larnaca toen. En eigenlijk was een maand later, of een paar weken was later, toen kwam Mike, die tekende daar ook. Ik mocht hem eigenlijk gelijk. Ik vond hem echt een eerlijke jongen, gelijk recht voor zijn raap. Zei wat hij dacht, vrolijk, had er volgens mij altijd zin in. Altijd voor de training bedoel ik, even nog een balletje schieten op de keeper. En als er serieus gewerkt moest worden, dan stond hij er ook. We woonden prachtig, moet ik zeggen. En toen is er heel veel barbecuen. Gezelligheid in de tuin en al. En daar heb ik ook een beetje leren uit eten. Zo mooi gezegd, ik was altijd de Hollandse pot gewend. Ja, volgens mij kan ik wel zeggen dat ik er wat aardig bijgebracht heb op dat gebied. Want in het begin een barbecue, denk ik, nou, mooi van die grote garnalen of gamba's erop. En een keektheograaf, nou, dat moest hij niet hebben. Maar volgens mij een maand later, toen had hij bijna alles wat ik erop gooide. Dus dat ging eigenlijk wel de goede kant op. Ik ben uiteindelijk, na 11 maanden ben ik weggegaan. Na 3 maanden, 4 maanden kreeg ik geen salaris meer. Op een gegeven moment kreeg ik een brief dat we weg moesten, dat we allemaal redenen dat we iets niet goed deden, noem maar op. Ja, dat vond ik wel jammer, want ik had wel echt naar mijn zin. En zeker ook die meiden met die kleine van Nick erbij, Quincy, dat ging superleuk. We wisten daarna dat wij gewoon met z'n tweeën ook konden zijn en zo jong dat we waren. Dat was wel fijn, maar daarvoor hebben we altijd gedacht van, oh, kunnen we dat wel zonder iedereen om ons heen en zo. Maar nee, we waren echt heel erg op onszelf, dus ik denk wel dat we de volwassenen door zijn geworden. Ik was toch altijd het jongetje wat nooit uit Arnhem wou. En het was een kans om nog een keer te gaan en we hadden liever daar 2 jaar gezeten om het contract uit te dienen. Ja. En dan niet zozeer om het geld, maar gewoon om beleving. Theo haalde mij weer terug naar Vitesse en hoe goed hij voor mij was en wat hij allemaal voor mij heeft gedaan en de steun heb ik hem toen laten vallen eigenlijk, want toen ik Jaja terugkwam eigenlijk in die vuurperiode heb ik gewoon niet gebracht wat ik moest brengen, waardoor zelfs het publiek ging fluiten en Theo toch in mij geloofde en toch mij steunde eigenlijk totdat op een gegeven moment dat het niet meer kon. Ja, daar was ik wel heel erg teleurgesteld in mezelf over en wat ik toen die tijd voor hem heb gebracht. Terwijl die, ja, er wel 90% van mijn carrière heel belangrijk voor mij is geweest. Je hebt nog wel een mooi afscheid kunnen nemen. Ja. Het is...
Trainer, wat ga ik je missen? Je bent altijd zo belangrijk voor mij geweest in mijn carrière. Als er wat met me was, was jij de eerste die aan me zag. Ik kon altijd op jou bouwen. Je was mijn rots in de branding. Zoveel mooie momenten heb ik met jou meegemaakt. Jij geloofde altijd in mij. Ik kan zeggen wat een topventje was. En wat je voor mij hebt betekend, daar zijn woorden te weinig voor. Want ik heb heel veel liefde voor jou en Marieke gehad. Jij bent mijn voetbalvader, voor altijd. Trainer, bedankt voor alles. Rustig. Je put pressure on mijn tas, hè? Goed, jongen. Try it, hè? Nee. Jij... Nou, toen ik vertrok, was het duidelijk dat ik Alex direct mee zou nemen. Er was ook sprake van eventueel nog een assistent. En daar heb ik zeker gedacht aan Nicky Hofs. Alleen, dat is natuurlijk wel iemand die min of meer verbonden is aan Vitesse. En nu Rankovic ook de ploeg gaat verlaten richting ADO... Is hij natuurlijk ook een persoon waar je aan denkt. Aan de andere kant, ik heb begrepen dat hij ook nu zeg maar verantwoordelijk trainer wordt van een team. En ik denk dat dat voor hem ook nog steeds een hele belangrijke stap is. Maar Nicky zit niet alleen in mijn hart, maar ook in mijn hoofd. Ja, absoluut. Nicky Hofs. Hey. Ja, 1-0. Ja, wat dan? Het is gewoon een goede aanname. Die blauw blijft rollen. Ja, ik word trainer van de onder 21. En het is weer een mooie stap, nieuwe elftal, waar ik gewoon heel veel zin in heb. En die facetten wat ik teruggekregen heb eigenlijk, waar ik aan moet werken, dat ik dat mooi erbij kan doen. Je maakt eigenlijk een beetje dezelfde stappen die Theo Bos maakt in zijn trainingscarrière. Ja, dat is wel apart, ja. Dat, maar ook altijd Theo wel in mijn achterhoofd van... Die stappen die hij heeft gemaakt, dat, zo wil ik het zelf ook doen. En hij is voor mij een voorbeeld. Als voetballer was dat altijd. Dat hij me om een flikker gaf en zei van volgend jaar lekker bij de amateurs voetballen. Tot aan dat hij zei van ja luister, ik heb 400 wedstrijden betaald voetbal gespeeld. En met jouw kwaliteiten, als je dat dan niet gaat halen, is onbegrijpelijk. Dat ik hem nu altijd bij me heb, zeg maar, om in mijn carrière als trainer te gaan werken. Foxsports.nl/doc